Hallo. Hey, ik ben Bram. Dit is Laurens. En samen zijn wij Bram en Laurens. We waren dit weekend buddies. We zijn op een mannenweekend hier in Biesmortel. En daar hebben wij verschillende dingen gedaan om te achterhalen wat is nou eigenlijk mannelijkheid, wat is nou eigenlijk vrouwelijkheid. En eigenlijk erachter te komen dat dat toch meer beperkend kan zijn dan bevrijdend. Ja, en dan hebben wij eigenlijk verschillende oefeningen gedaan om dichter tot de kern te komen, maar ook veel emoties gedeeld en een heleboel nieuwe toolkits opgedaan, waarmee ik ook in mijn werk verder kan. En hoe was het voor jou? Ja, ik vond het heel bijzonder. Vooral de persoonlijke verhalen die iedereen durft te delen. En dan zie je ook dat er, ondanks alle diversiteit in zo'n groep, dat er toch iedereen heeft gemeen dat hij wat heeft meegemaakt. En er werd in deze groep zonder oordelen werd daarover gepraat en naar geluisterd en met elkaar kennis gedeeld. Hele inspirerende gesprekken, ook buiten de oefeningen om, die mij altijd bij zullen blijven. En het voelde voor mij echt als een warm bad, want ook de mensen van die mensen, Peter, hoe die ons ontvingen, ik bedoel een roos op ons bed kregen en net even nog cadeautjes gekregen. Ja, er was alle ruimte om... Om alles te delen wat er op je hart lag. Dus in die zin vind ik het een heel geslaagd weekend. En ik kan het iedereen gunnen. Want het is ook niet eigenlijk in woorden te beschrijven hoe zo'n weekend wat voor gevoel dat geeft. Zeker waar. Dus in die zin, als ik één ongevraagd advies mag geven, mocht je nog twijfelen. Het is voor mij echt zeker een meerwaarde. En ik heb echt veel inspiratie opgedaan. Wat ik ook echt verder wil verspreiden. Omdat dit echt life-changing kan zijn. En ook is geweest. Dus daar wil ik eigenlijk bij houden. Knuffel. Ja. Thank you for seeing.